Nee, een zware val. Oei, Pedersen ligt daarbij. Pedersen, Girmay ligt daarbij. En dat was een hoge snelheid hoor. Van Aert, Wout van Aert ligt hier helemaal geschaafd op de grond. Het is niet waar, Renaat. Dat is die afdaling die ze in de Ronde van Vlaanderen uithalen. Oh, jongens toch. Maar jongens toch. Zijn hier twee favorieten voor de Ronde van Vlaanderen kwijt. Met Pedersen en Van Aert. Je ziet die adrenaline bij Van Aert. En hier, dat is niet waar, Kees. Daar nog. Mooi jongens, ja, god te kikken. Oh, dit is ellende. Dit is grote ellende. Renaat. Dat is inderdaad heel, heel toffe ellende. En hij lag lang uit op het asfalt en hij kruipt nu op het fietspad vooruit. Maar het zijn tranen, denk ik. Tranen, zo lijkt het wel. En dan die rug, ja, dat shirt helemaal weg. En ook stuiven. Het is Petersen die daar nu rechts staat, de linkerkant helemaal schat. En Wout van Aert gaat er weer bij. Dat is de zieke wagen in. Het is echt aan het wenen van de pijn. En ook het besef dat, samen, dat binnenkomt van... Niet alleen de pijn, alleen. Ik ben hiervoor op een berg gaan zitten. Weken weg van mijn gezin. Alle opofferingen gedaan. Elk grammetje afgewogen. Kilometers gemaakt. Om eindelijk in die Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix toe te slaan. En dan is